Dit stukje is geüpdate. Kijk, het is... Holy shit. Het is er iets... Oh, wat de hel? Oh, wat de hel? Dat was al een triple kill. Ik draai even mijn suppressor door trouwens op. Oh, wat is dat? Wat zijn we met deze enemies nu al aan het doen, jongens? Jongere mensen, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video bij het kanaal Games for Real. Super dood dat jullie natuurlijk allemaal zijn. Wij gaan vandaag iets leuks doen natuurlijk. De nieuwe Call of Duty World War 2 is uit. En die heb ik natuurlijk gepreorderd dankzij jullie hulp. Thanks voor alle donaties trouwens tijdens de streams. Want holy shit, daardoor konden we natuurlijk World War 2 pre-orderen. En ik zit, zoals je ziet, in World War 2. Super mooi uitzicht. Je bent allemaal boten aan de kustlijn van... geen idee waar het is. Het lijkt wel iets in Europa. Geen idee welk land eigenlijk. En ja, we gaan natuurlijk... Dit is een Tweede Wereldoorlog, Call of Duty. En ik heb dit natuurlijk al gespeeld. Dit is niet mijn eerste potje. Zeker niet mijn eerste potje die ik speel. Want ik ben zo'n persoon... Ik heb het vaker gedaan. Oh, ik ga het eerste potje... bijvoorbeeld World War 2 at the moment spelen. Dan ga ik meestal zo slecht. Weet je, het is niet echt leuk om naar te kijken, vind ik persoonlijk. Dus daarom ben ik ingekomen in deze game. Ik heb gisteren gespeeld natuurlijk, vrijdag kwam die uit. Ik ben 3 dagen ziek geweest. Ik voel me nu nog steeds niet echt helemaal perfect. Maar ik dacht van, we moeten een World War 2 video hebben. En dat moet snel gebeuren, weet je wel. Ja, ik heb dus 3 dagen gewoon... Ik had nog een gelukkige video klaarstaan die online kon komen. Natuurlijk de Rotor Live die Atomize op IW. Dus dat was nog wel mijn redding. Want ik kon niet live opnemen, kon ik ook niet. Mijn stem was zo fucked gewoon. En ik hoofdpijn. Ik kon gamen, maar ook niet te lang. Want dan kreeg je koppijn. Het was gewoon heel kut. En ja, mijn stem is nu wel beter. Ik heb geen last meer van mijn keel. Het was echt extreem erg. Ik kon een halve niet praten gewoon. Maar zoals je ziet, zitten wij in third person. We zitten in de Quartermaster, of hoe heet het, de lobby zeg maar van World War 2. Het is een heel nieuw systeem. Je kan van alles doen. Je hebt daar bijvoorbeeld een arena waar je 1v1 kan doen met mensen gewoon die in je lobby zitten. Dus bijvoorbeeld stel dat ik een keer live ga op World War 2 en er komen wat vrienden, wat kijkers van jullie. Kunnen gewoon een 1v1 battle doen. Gewoon, dat is super dope. Dat vind ik echt een awesome ding dat ze dat erin hebben gebracht. Dat is echt nice, vind ik serieus. En kijk even, je hebt van alles, je hebt divisions weer erin zitten, van de beta natuurlijk. Maar je kan ook bijvoorbeeld bij de division prestige, kan je dus prestige division en dan krijg je een wapen. Het is helemaal nieuw, we gaan even een beetje rondlopen natuurlijk. En je hebt hier bijvoorbeeld een theater, als er bijvoorbeeld live events aan de gang zijn, bijvoorbeeld een wedstrijd, een e-sports ding. En hier kan je lekkere challenge gaan halen. Ik kan er eigenlijk wel even eentje aanzetten, want er zijn weer nieuwe. Oh, er zijn nog geen nieuwe. Wanneer verandert dit eigenlijk? Ik dacht dat het per dag verandert. Nou, ik heb er al zoals je ziet 4 gehaald. Dus ja, je kan allemaal challenges halen. Je ziet ook het supply drop systeem is ook super awesome natuurlijk. Je roet er gewoon in de lobby. Er komt een pakketje vol op de grond. En iedereen kan gewoon meekijken wat je pakt. Dat is super sick. En zoals je ziet, hier heb je ook weer een challenge ding. En hier heb je mail. Dus hier kan je bijvoorbeeld, als je in het begin van de game zit, krijg je allemaal camo. Zombie camo krijg je. Double XP van alles krijg je. Je hebt hier ook een mooie shooting range waar je gewoon lekker kan schieten op mooie, poppetjes die daar staan. Het is echt, ik vind het echt super insane. Ik zweer, ik vond het echt awesome. Kijk, mijn wapen is een beetje geglitst. Net zat ik met mijn STG, nu met een light machine gun opeens. I don't know. Maar kijk, bijvoorbeeld dit, hier, dit is een supply drop. Daar zie je ook eens een rare supply drop. Oh, krijgt hij iets geks? Nee, helaas. Geen epic natuurlijk. Maar het is super awesome. Ik vind het echt... Een super nice verandering in Call of Duty. Dit is gewoon dat je met z'n allen in een lobby kan chillen. Het is gewoon ook gewoon geinig. Gewoon plezier hebben. Gewoon. Oh, een epic. Oh my god. Holy shit, een sniper. Die is sick. Holy damn. Natuurlijk, je hebt epic wapens, maar je hebt ook heroic, als ik het goed uitspreek. En dat is nog een beter. Heroic en epic zijn de beste genres qua items wat je uit je supply drop kan krijgen. En ja, zoals je ziet, World War 2 wordt gewoon weer echt lijp. Echt sick. Ik ben zo erg hyped voor dit spel. Wat we hier allemaal in gaan doen. Wordt echt insane. En kijk, zoals je hier ziet. Zijn er 1v1 aan de gang. En dan gaat dan de best of 3. Dus als je 3 keer die guy killt. Je kan wapens kiezen. Het is echt gewoon geniaal. En laat ik maar even mijn levels zien. Want ik ben al best wel hoog. Ik ben al level 40. Ik weet het. Ja. Ik heb dat altijd bij een nieuwe game. Ik ben altijd best wel een hoog level dan gelijk. En ja. Oh, wat is dit? Custom your soldier. Choose your division, custom your soldier.
Oké, okay, wat? Ik geen idee. Het is helemaal nieuw. Ja, ze blijven natuurlijk zoveel updates steeds gooien. Ik moet wel zeggen dat de servers een beetje cracky zijn. Je komt er of niet in of je moet tering lang wachten. En ja, maar we gaan vandaag een potje spelen. Ik denk dat we gewoon met de piepjes heen gaan spelen. Want dit is echt een super chill wapentje natuurlijk. Ik heb er ook al wat cammers op. Kijk, zoals je deze ziet, is de vierde cammer. Je moet gewoon headshots halen. Het is best wel makkelijk eigenlijk. Eigenlijk wel te makkelijk, want ik weet... Oh, hier moet je andere challenges. Oké, nee, ik dacht dat je alleen maar headshots moest maken. Dat is wel nice. Ik speel trouwens met de Quick Draw en de Extender Max. Omdat ik heb geen drie attachments aanstaan. Omdat ik met de Airborne Division speel. En dat doe ik puur omdat ik die wil gaan prestigen. En wat ik krijg als ik die ga prestigen, de MP40. Natuurlijk een super awesome submachine gunnetje. Die best wel sick chill is. Dus die wil ik, daarvoor wil ik gaan spelen. En ik kreeg... een unlock token voor elk wapen wat ik maar kon kiezen. En die heb ik waarschijnlijk verneukt. Ik heb of gewoon, want als je voor het eerst in je creator class komt, krijg je waarschijnlijk zo'n melding. Heb ik niet naar gekeken zeker. Heb ik gewoon op mijn wapen geklikt en dan opeens heb ik die dan waarschijnlijk bijvoorbeeld de Peepers Hage met die unlock token. Terwijl ik ook bijvoorbeeld de MP40 kan krijgen of gewoon de bar die iedereen waarschijnlijk unlockt omdat het ding super chill is. En ja, daar heb ik helaas verneukt. Maar we gaan met deze class even een TDM potje doen. Dat is niet mijn eerste game, maar we gaan toch gewoon even de eerste video natuurlijk van World War 2 op mijn kanaal. Gaan we gewoon even een potje zoeken. Dus tot in het TDM potje. Tot zo. Zo mensen, zitten natuurlijk in het TDM potje op de map Agen. Die later in de beta natuurlijk er ook bij kan. Ik vind het op zich een super chille map. En ja, trouwens, dit stukje is geüpdate. Kijk, het is... Holy shit. Het is er iets... Oh, wat de hel? Oh, wat de hel? Dat was al een triple kill. Ik draai even mijn suppressor door trouwens op. Oh, wat zijn we met deze enemies nu al aan het doen, jongens? Fucking, dit zijn de eerste. Oh my god. 7 kills. In wat de... Holy shit, jongens. Oké, we hebben onze bommetje natuurlijk die we even op deze chap gaan pompen. Beam. Oké, en we hebben natuurlijk onze fighter pilot. Die gooien we ook even hier neer. Geen idee wat hier gebeurde, jongens. Holy fuck. Oh, ze zitten allemaal binnen. Like, ja, daar kan ik... Oh, eentje. Ja, kijk. Lekker, jongens. Holy shit, jongens. Oké. Ik speel trouwens met de PPC, zoals ik toen straks ook al zei. Met natuurlijk een Semtex grenade. En ik heb de Division... hoe heet die nou ook weer? Die met, zeg maar in ieder geval dat je een suppressor op je wapen kan draaien. Oh, shit. Oh, ja. Even wegduiken daar. Wat super chill is, ik vind persoonlijk dit een van de chillste divisions. Ik zie niks. Oké, mijn één was heel slecht daar. Want je kijkt, ik hou een beetje van stealth spelen. Want zo, zo zien de enemies je natuurlijk niet. En we gaan al 11 om 2, jongens. Holy shit, holy damn. En ja, ik vind het persoonlijk wel chill. PPC Hates is sowieso echt... Rechts van me. Oh, get owned. Holy shit, een van de beste wapens in de game tot nu toe, wat ik vind. Ik vind het gewoon... In ieder geval een heel chill wapentje om mee te bonjouren, zeg maar. Ik heb die teammate. Helaas was je al dood, maar maakt niks uit. Er zit een sniper achter in de map bij hun. Of te campen, man. Het is wel echt... Hij zit in het raampje nog steeds. Nee, hij zit niet meer in het raampje. Hier zitten ze wel, denk ik. Jawel, hij zit er wel. Wat een joch. Er zit er nog één. Oh shit, als ik hem nog had, die Capo SRB. Dat was wel gewoon 13-3. Oké, dat gaat wel nice. Ja, we staan voor, maar ik zie wel dat ze aan het campen zijn. Helaas is dat wel aanwezig in deze game. In ieder geval, dat, ja, ik heb al best wel wat potjes gespeeld. En ik zie dat er nog best wel veel mensen campen, hoor. Dat is echt niet normaal. Maar wij sprinten gewoon achteraan, hoor. Oh, die heeft fire headshot. Dat scheelde niks, totdat... We konden daar dood zijn. Mijn één mag wel wat beter, hoor. Dat is wel echt een dingetje nu. Ah, ja, hij... Kut, ik heb natuurlijk een submachine gun. De PPC is met suppressor. Als je de suppressor erop krikt, zeg maar, dan heb je wel wat meer recoil. Maar ik vind dat persoonlijk, ja, hè, het is een beetje wennen. Het is een beetje irritant op de echt langere afstandjes. Maar op close range is dit wapen zo sterk, want ik zeg het je eerlijk. Dit is echt, echt een awesome wapen. Ik weet nog steeds niet welke division het is. Dit is een van de, volgens mij de tweede of zo. Gewoon die je in het begin ook kan kiezen. Dus ja, ik moet al die divisions nog een beetje in mijn kop krijgen, want ik heb ze nog... Langer niet allemaal, dat scheelde niks. Hier zitten best wel veel enemies. Camper, down, nice. We lopen gewoon lekker door. Ik weet niet of we hier nog meer zitten. Ik vertrouw het niet echt, dus ik ga wel omlopen. Daar spant er een.
Ik ren naar binnen. Oeh. Die jongen. Oh, het is zo druk. Maar weet je wat zeg maar in deze game is voor een cult die op gewoon op de ground is? Natuurlijk no jacked packs anymore. Is er nog best wel veel actie in deze game, vind ik. En dat vind ik op zich wel nice. Want aangezien je natuurlijk niet overal heen kan jumpen en vliegen, zeg maar, kan je niet zo snel van de ene kant naar de andere kant van de map komen. En op zich, je kan nog best wel veel kills ophalen, hoor. Dat is echt... Oh my god, dat is nog best... Het is zo druk hier, jongens. Wacht even, hoor. Ik zit er nog even boven. Daar. Loop ik hier. Oh, headshot. Nice. Holy shit. Kijk, dit bedoel ik. Je komt nog best wel veel enemies tegen voor... Holy shit, ouwe. Wat zijn we aan het doen hier? Oh, camper. Ik zag hem in de trein zitten. Hier zitten mensen. Oké, wacht. Fuck it. Er zit er... Oh, shit. Het is heel erg op je geluid spelen deze game. En ik moest even concentreren, want er zaten nog best wel veel enemies omheen. Oké, ik heb ons een mooie bom. Oké, ja, die ene blijft binnen zitten. Fighter Pilot gooien we ook even in hier. En ja, we gaan best wel lekker hoor. 25-7, 25 kills. Yo, mag ik hem hitten? Oh, killsteal lekker teammate. Jongen, jongen, jongen. Ja, die Fighter Pilot, ik vind het persoonlijk niet echt een chille score streaks. Want ja, je roept hem in en je krijgt hooguit 3-2 kills rond die. Ja, het is natuurlijk wel meegenomen. Achter je teammate. Ik ga ook dood, let op. Oh shit, ik loop snel even door. Maar het is gewoon niet het waard, vind ik. Oh shit, het was heel druk daar. Oké, we moeten even wat meer concentreren, want we staan 2 kills achter at the moment. En dan moeten we wel even weer opkrikken naar gewoon dat wij voor staan. Kom op, teammates. Jullie kunnen dit, man. We kunnen dit. Oké, ik hou nog steeds even die suppressor erop. Daar zit nog steeds iemand te campen. Misschien moet die suppressor... Oh, eraf halen als het zegt. Oh my god, teammate. Oh, wat doet Mr. Digital? Goedemorgen, man. Die vent doet ook gewoon niks. Die kijkt gewoon naar de enemy terug. Oh, ja, ik zie niemand. Oh my god, wauw. Ja, mijn teammates zuigen wel weer. Oké, dat is een nice granaatje. Hier zit er nog één, let op. Ik loop even door. Achter me. Hoe? Nee! Holy shit! Ik ben daar geowned. Ik dacht van, ja, ik heb hem easy. Maar normaal slijt ik op dat soort momenten. Maar, oh my god, wat wordt er gespantrap? Oh my god, ik had hem nog bijna geowned. Maar, je kan er nou natuurlijk niet meer sliden. Dat is wel echt... Ja, dat is gewoon weer wennen natuurlijk. Waar is deze guy heen gegaan? Ik ga niet... Jij bent geowned, Optic. Oh my god, ga maar uit de Optic clan hoor, vriend. Zo! Ho, snel duiken. Holy shit, dat scheelt er niks. Ik hoorde een vliegtuig, dus ik sprint naar binnen. We staan wel achter hoor. Oh, bom! Nee, ik ga weer dood. Nee! Oh, Kanus, man. Ja, ons team zuigt. Ik heb 28 kills. Fucking mijn team met die tweede staat heeft 9 kills. Dat ben ik wel echt achtergekomen. Ik weet niet of het alleen bij mij is. Maar ik heb al... Oh, shit. Campen wordt ook weer gedaan, jongens. Oh my god. Nee, maar mijn teammates zuigen elk potje wat ik speel. Echt. Alleen als ik met vrienden speel, die kunnen in ieder geval wat doen. Maar mijn teammates. 9 om 10. 8 om 13. 4 om 10. 4 om 12. Yo, what the hell. Wat zijn mijn teammates aan het doen, man? Kijk dit, hij ziet hem niet eens. What the fuck. Zit hier nog iemand? Ik geloof van niet. Nou, ik vind het jammer. Helaas verliezen het wel. We moeten nog 1 kill tegen ons krijgen en dan... Ja, ik ben dood. Ja, oh, niet eens. Woe! 30 om 14. Ja, wat ik bedoel... Je hebt zo erg je teammates nodig in TDM. En als je teammates niks doen, ja. Hè? Dan kan je helaas niks. Oh my god. Wel 30 of 14, though. Ik zweer het je. De PPSH is echt een super awesome wapentje. Ik zweer het. Het is echt een ziek chill wapen. Dus zet hem zeker aan. En de Division met de suppressor erbij, want dat is super awesome. Ik zou zeggen, de Infantry, als het goed is, als ik die goed uitspreek. Die zou ik voor de Assault Rifles gebruiken. Dan kan je natuurlijk 3 attachments en... De blauwe met de suppressor doe ik maar even. Die zou ik dan gebruiken voor de submachine guns. Dat is mijn persoonlijke mening dat best wel chill is om te gebruiken. Maar ja, jongens. Dit was natuurlijk de eerste video op World War 2 op mijn kanaal. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik heb natuurlijk een beetje, ja, wat we allemaal gaan doen. We gaan natuurlijk super veel video's hiervan maken. Ik weet dus niet of, ik denk dat ik even de IW-serie van Road to the Atomizer op stop ga zetten.
Want ja, het is nieuw Call of Duty. Ik wil daar ook vol mijn aandacht in steken. Met streams, met video's. Ik denk dat... Ik vraag het even aan jullie. Willen jullie ook nog gewoon Fortnite blijven zien? Laat het dan gewoon zeker even achter in de reacties. Want dan weet ik dat. En ja, hopelijk vond je deze eerste video natuurlijk leuk. Van World War 2 op mijn kanaal. Vergeet het dan zeker te belonen met een blauw duimpje. Dat zou ik super doof vinden. Een blauw duimpje, het is volgens mij grijs, zwart. I don't know, de hele regenboog bij elkaar zou ik maar zeggen. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende video. Nou.